Mike, hoe gaat het met je nu? Ja, slecht. Als je zo'n wedstrijd speelt, dan doet dat ook pijn aan de ogen. Ook als je op veld staat. En dat is gewoon waardeloos. Het is lang geleden dat ik zo'n streamend fluitconcert heb gehoord vanaf de tribunes. Ja, snap ik. En ik moet eerlijk zeggen, het is kut. Sorry dat ik het zeg, maar ik moet ze nog gelijk geven ook. Waarom? Nou, omdat dit nergens op leek. Dat je geen duels winnen. Nogmaals, een slechte wedstrijd kan altijd. Alleen, iedereen zal ook wel eens een keer een slechte bal spelen. Alleen, gewoon de duels winnen. Dat zijn van die kleine dingetjes. En denk van, ja, kom op man. En dat heb ik wel echt gemist vandaag. Ik denk dat het aan jou niet lag vandaag. Maar waar lag het dan wel aan? Ja, dank je. Maar ja, weet je, zo'n wedstrijd heb je niet heel van. In dat opzicht, kijk, voor jezelf misschien. Maar weet je, je wil gewoon winnen. En, ja, weet je wat ik zeg? Eerst al ook een onmachtig gevoel. Ik krijg geen druk erop. En ja, het is niet zo dat je dat niet wil. Alleen, ja, overal kom je te laat. En ja, weet je, dat is gewoon, gewoon pijnlijk om te zien in het veld. En echt een heel onmachtig gevoel. En ja, dat is als voetbal het ergste wat er is. Maar vermoeidheid kan niet zijn. Het is de vijfde wedstrijd van het seizoen. Dus waar kan je dat dan aan wijten? Ja, zeg het maar. Het is gewoon lastig om nu gelijk zeg maar, de vinger op de zere plek te leggen. Ik ga in alle rust ook even de wedstrijd terugkijken. Maar tegen NEC heb je gewoon prima gedaan. Denk, en ja, weet je, dan speel je zoals vandaag een draak van de wedstrijd. En dat doet gewoon zeer. Wel gewoon een lekkere week gehad. Niks geks tijdens de training hoor. Ja, volgens mij weet je wat voor week we hebben gehad. Met al die transferdingetjes. En, weet je. Speelt dat mee dan? Ja, dat weet ik niet. Maar voor mijn gevoel, als ik die wedstrijd inga, dan denk ik niet aan andere dingen. Dus als voor mezelf spreek ik nee. Alleen, ik weet het niet. Zeg maar, alleen, het is natuurlijk een roerige week. Omdat Jurgen uiteindelijk zijn mooie transfer maakt. En weet je, nogmaals, dat gun ik hem van harte. Alleen, voor ons was het wel zuur dat hij wegging natuurlijk. En, alleen, ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat één speler weg is en het zakt als een kaart uit in elkaar. En dat was vandaag dramatisch. Ja, ik vraag het omdat je natuurlijk een beetje toch probeert te vinden van hoe kan het nou dat vorige week had je aanknopingspunten. Denk je van zo moet je verder. En dan krijg je dit vandaag. Dan. Ja, ik ben het met je eens. Kijk, ik tegen die mensen achter de goal, weet je, dan loop ik even uit fatsoen naartoe. En natuurlijk is het pijn is lastig. Alleen die pijn die hun voelen, ja, die voel ik tenminste ook als ik op het veld sta. En, het is gewoon dramatisch. En, ik kan er vrij weinig wat anders van maken. Ik zou het graag willen, maar dat was een hele, hele pijnlijke middag voor iedereen die FC Groningen warm hart toedraagt. Over die transferperiode, was het vandaag jou bijna bespaard gebleven, deze pijnlijke nederlaag? Nee, ja, het had gekund, maar daar ging ik niet door. Dus dat is wat het is. Ik heb die prima naar mijn zin en ik vind Groningen een fantastische club. Dus daar wil ik het ook bij laten verder. Ja, want je kon naar Heracles, je thuisclub als ik het zo mag zeggen. Heb je zelf dan uiteindelijk de knoop doorgehakt dat je niet wilde gaan? Of? Oh, nee, weet je, nogmaals, ik hoef daar verder niet te veel over te zeggen. Kijk, als Heracles, in ieder geval in mijn situatie, is Heracles natuurlijk een speciale club. En, mijn eerste club, maar ik moet zeggen dat dit al met al ook mijn tweede huis is. Volgens mij voelde ik hier ook al een heel tijdje. En, dus ja, in dat opzicht, weet je, alleen het is in de buurt. En dan is het, voor mij is het logisch dat je daar naar luistert. En weet je, uiteindelijk maakt het niet uit waarom niet doorgaan. Alleen, ik ben blij dat ik hier ben. En nogmaals, een Groningen een fantastische club. En ik hoop dat we dit snel om kunnen draaien. Succes komende week. Dankjewel.